Steeds meer bedrijven zoeken naar duurzame alternatieven voor de vervanging van plastic en plastic verpakkingen in Suriname. In het kader hiervan heeft Vikash Bolasing, directeur van Beyond Y2K Commodities, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme benaderd om gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken die gezond zijn voor mens en milieu. Onlangs bracht de directeur vergezeld van zijn partner, Shahruddin Osman, vertegenwoordiger in Guyana en echtgenoten, een bezoek aan minister Stephen Tsang van HINT. Bolasing en Osman zijn geruime tijd bezig met de vervaardiging van biodegradable, oftewel biologisch afbreekbare bakjes in verschillende vormen en afmetingen. Dit product is makkelijk afbreekbaar en dus een geschikte vervanging van de welbekende foambakjes in Suriname. De minister was zeer ingenomen met dit bezoek en zal weliswaar eerst met andere belanghebbenden brainstormen over dit milieuvriendelijk product het veel duurder in prijs is dan de normale foambakjes. Hierdoor zal de consument niet gemakkelijk de overweging maken dit product aan te schaffen. Er is afgesproken dat er een vervolggesprek komt met het duo. In een voorgaande ontmoeting heeft minister Tsang reeds gesprekken gevoerd met de plasticfabrikanten. Nagegaan is hoe geleidelijk aan de single-use plastic zakken te vervangen door duurzaam materiaal. Allen hebben aangegeven de transformatie naar een duurzaam product te willen inzetten, maar dat het wel noodzakelijk is dat de wettelijke regelingen in place moeten zijn, waardoor ook de awareness op gang kan worden gebracht.